spelen op het middenveld dan wel met de punt naar achteren. Dat betekent twee iets aanvallendere middenvelders. En ja, die zouden misschien voor wat extra gevaar kunnen zorgen. Een opgelegde kans op een treffer van FC Bayern. Ondanks de beroerde weersomstandigheden krijgt hij hem toch in, Jury. Hoe is het mogelijk? Altijd lastig hoor, in de sneeuw. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Ik zal maar uithalen. Het is FC Bayern dat scoort. Dat is doelpunt nummertje 2 voor deze jongen. En hij lijkt niet van plan het rustig aan te doen. De goal vanuit een andere hoek. Bayern München krijgt een hoekschop. Strafschop, geen twijfel mogelijk. Dat is een strafschop. Ja, en zo te zien gaan ze de voorsprong vergroten vanaf de stip als die bal erin gaat even. Weer een schitterende hat-trick van deze speler. Ja, de hoeveelste van dit seizoen is dat al wel niet, Evert? Ja, daar zeg je wat, Jury. Dan moet ik eens even mijn boekje voor raadplegen. Maar ik denk dat ik er wel uitkom en hij gaat nog wel meer doelpunten maken ook. Ribéry. Green. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Kans om te schieten. Doelpunt via de paal. En weer een doelpunt. Die schiet met scherp vandaag. Absoluut, Evert. Dat gebeurt je natuurlijk niet elke dag. En je kunt zien dat die speler er volop van geniet. Wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Een grote mogelijkheid hoor. De keeper redt. Hij zit erin. Komt dat schot? Ja, dat is het. Weer een doelpunt, de overwinning is binnen. Ja, maar ze waren ook stukken sterker dan de tegenstander even. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De wedstrijd is voorbij. Bayern München heeft gewonnen. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk.
De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Dat was gruwelijk mooi. Schot gelost. Belangrijk doelpunt. De voorsprong is nu een feit. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan dat het is. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Lekker combinatiespel. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Bernat. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Een uitgelezen mogelijk. Lekkere goal, zeg, hard en laag. Dit is al zijn tweede treffer. Hij laat ze allemaal staan. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Schot gelost. Ja, doelpunt. En we zijn echt begonnen. Die bal zit erin. De corner was goed en de afwerking ook. Doelpunt. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Hij zit erin. Het ziet er beter en beter voor ze uit met weer een goal. Ja, ja, jongen, dit is je tweede al. Ga je voor je derde? Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. Die pakt die bal op. En nu scoren. En doelpunt. Twee goals maken is leuk, maar een hat-trick is toch nog even heel veel leuker. Drie topgoals van een topspeler. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om drie keer te scoren even. Wat een leuk balletje was dat. Hij staat er niet alleen voor. Dit moet een goal worden. Het is FC Bayern dat scoort. En daarmee valt er niet meer te twijfelen aan wie de wedstrijd gaat winnen. Nee, ze waren absoluut de betere ploeg en verdiende overwinning, zou ik zeggen. Bayern München wint deze wedstrijd vandaag. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Nou, wat een fantastische wedstrijd van hem. Hij scoorde aan de lopende band even. En
Ja, goed, die maakte echt het verschil vandaag. Stapt Atletico Madrid het veld op. Vier verdedigers, vier middenvelders en twee aanvallers. Dat zijn de wapens van vandaag. Uithalen zou ik zeggen. Hij scoort. Leuk begin van de wedstrijd, hè? Goeie bal, hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Een uitgelezen mogelijkheid. En hij scoort. En dat nog wel tegen zijn oude ploeg. Opnieuw een doelpunt. Erg snel naar de vorige. Ja, en dit moet toch vertrouwen geven, Evert. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Gijsson. Mooie paas. Die ging hard. Hij zit. En weer een doelpunt. Ze beginnen de smaak te pakken te krijgen. Zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Wat wil je nog meer? We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Komt dat schot? Hij zit. Nu komt de wedstrijd pas echt op gang. De keeper kan er niet meer bij en de bal verdwijnt vlak onder de lat. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Ze zitten helemaal in de wedstrijd, voelen elkaar uitstekend aan. En de passes zijn briljant, hoor. Nu schieten! Wat een doelpunt. Laag en buiten het bereik van de keeper. Keurig gedaan, hoor. Die paas wordt doorzien. Oh, gestopt. Mogelijk een goede kans hier. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Schot gelost. Een juweel van een doelpunt. Fraai afgemaakt met een laag schot. De keeper had het nakijken. Dat is zijn tweede. Ze krijgen totaal geen grip op hem. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Blokkeert dat schot. Goede aanval, maar de bal... En daar is hij dan. Hij zet hier een fantastische hat-trick op zijn naam. En het waren nog mooie goals ook. En ja hoor, nummer 3 van vandaag. Dat is lekker voor een speler. Hij schiet ze er achter elkaar in, Evert. Laten we die goal nog maar eens bekijken. De speler krijgt de bal weer terug. Hij komt nu op een afstand dat hij te schieten. Ja, dat is hem.
En daarmee valt er niet meer te twijfelen aan wie de wedstrijd gaat winnen. Nee, ze waren absoluut de betere ploeg en verdiende overwinning, zou ik zeggen. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. De wedstrijd is voorbij. Bayern München heeft gewonnen. Dit is niet zomaar een overwinning, Jury. Een afgetekende zegen noemen we dat. Ja, ze waren meedogenloos in de afronding. En dat moet je ook zijn op dit niveau. Een uitstekende prestatie. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Nou, wat een fantastische wedstrijd van hem. Hij scoorde aan de lopende band even. En die maakte echt het verschil vandaag.